Het huidige jaar 2021 markeert het 30ste jaar van de 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign. Deze campagne wordt jaarlijks gevoerd van 25 november, de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot en met 10 december, de internationale dag voor de rechten van de mens, waarbij er wereldwijd activiteiten worden uitgevoerd om het bewustzijn over gendergerelateerd geweld te verhogen. Deze activiteiten moeten resulteren in het verminderen dan wel elimineren van het geweld dat onder andere gepleegd wordt tegen vrouwen en meisjes. Voor dit jaar is door de UN Women het volgende thema gekozen: Orange the World and Violence Against Women Now. Geweld tegen vrouwen en meisjes wordt wereldwijd erkend als een schending van de mensenrechten. Volgens de laatste schattingen heeft 1 op de 3 vrouwen tenminste een keer in haar leven geweld ervaren. Verder blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 5 Caribische landen dat bijna de helft van deze Caribische vrouwen te maken heeft gehad met tenminste 1 vorm van geweld. Lichamelijk, geestelijk, financieel en seksueel. Ook intiem partnergeweld komt aan de orde. De percentages zijn verschillend. In Grenada en Jamaica is dat 39%. In Trinidad en Tobago 44% en in Suriname 48%. Dit is onaanvaardbaar en zou ons allen moeten verplichten om actie te ondernemen om een einde hieraan te maken. Wereldwijd onderzoek bevestigt ook dat ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen geweld tegen vrouwen en meisjes aanwakkeren. De onderzoeken in de 5 Caribische landen sluiten aan bij deze wereldwijde bevindingen. Ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen leidt tot controlerend gedrag binnen intieme relaties. Ook is gebleken dat bij partners met controlerend en agressief gedrag de percentages van intiem partnergeweld hoger liggen. Het probleem is waarschijnlijk nog erger geworden in het Caribisch gebied sinds de COVID-19-pandemie begon. In veel Latijns-Amerikaanse landen is er een aanzienlijke toename, in sommige gevallen zelfs een verdubbeling, van meldingen van huiselijk geweld en moorden op vrouwen en meisjes. Omdat men vanwege de pandemie verplicht werd thuis te blijven, diverse overheden en niet-overheidsinstanties zijn bezig met het geweldvraagstuk, elk vanuit een bepaald invalshoek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op het gebied van dit vraagstuk voornamelijk preventief bezig door verschillende groepen in de samenleving voor te lichten om zo het geweld te voorkomen. In verband hiermee heeft het ministerie met haar werkarm het bureau Gender aangelegenheden voor dit jaar ook enkele acties uitgezet, waaronder het uitzenden van statements van enkele hulpverlenende organisaties via de media gedurende campagne. Ook zijn verschillende stakeholders aangeschreven om de campagne te ondersteunen en gedurende deze periode via hun structuren extra inspanningen te plegen om dit vraagstuk aan te pakken en op hun eigen creatieve manier activiteiten uit te voeren. Deze acties hebben als doel bewustwording op gang te brengen met betrekking tot het belang van het terugdringen, elimineren van alle vormen van geweld dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan. De toegang tot beschikbare hulpverleningsdiensten te verbeteren en de betrokkenheid van directe en indirecte stakeholders bij de aanpak van dit vraagstuk op gang te brengen, dan wel te intensiveren. Het bestrijden en voorkomen van geweld, in welke vorm en tegen wie dan ook, is niet alleen een zaak van de overheid, maar van ons allemaal. Als minister belast met genderaangelegenheden roep ik ieder op om samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere partners te werken aan een samenleving welke vrij is van gendergerelateerd geweld. Laat de te ondernemen actie tijdens deze 16-daagse campagne een aanzet zijn voor vele gerichte acties om gendergerelateerd geweld te beëindigen. Laten we samen bundelen en als natie deze strijd tegen het geweld aangaan. Ik dank u.